Leuk, hè? Dat zijn van die leuke plekjes. Dan rijd ik even snel langs de boom. Bad Driburg zijn we nu. Dan denk je van, hoe komen ze daar? Ja, gewoon het toerijn, hè? Flauw of niet? Oh, wat flauw. Nee, maar het is wel een prachtige plek. Maar ja, je weet natuurlijk ook, een medaille heeft altijd twee plekken, hè? Of twee kanten. Dan zal ik zo de andere kant laten zien. Vanuit hier loop je gewoon alle kanten weer op. Dus verwandeling maken is het gewoon een prachtig gebied, hè? En misschien kun je de diepte niet helemaal goed zien. Maar hier staat je toch wel een paar meter hoog, hè? Zoals ik al zei, je kunt alle kanten de wandeling weer beginnen. Dat is helemaal geen probleem. En dan komt nu dan de keerzijde van de medaille. Zie je, dat is dit. Je staat hier, ja, ik krijg hem niet in beeld denk ik zo. Achter een groot gebouw. Ja, dat is dan zo ongeveer het plaatje tot nu toe. En als je net om de hoek kijkt, kom je dit tegen, hè? Ik vind het altijd wel interessant. Sommigen misschien niet. Ik wel, hè? Echt een oud gebouw. En het mooie is, je kunt er ook nog even binnenin kijken, hè? Het is niet helemaal pas wat ik loop, want het is een beetje extra niet zo. Dat is goed. Ik zal er even een klein stukje van binnen bij opdraaien. Maar het wel jammer is dat er helemaal geen water omheen staat. En er staat er normaal denk ik wel omheen. Maar dat is op het moment denk ik niet aan de orde. Hoezo niet, weet ik ook niet. Het is de water voldoende gevallen. Het is echt een prachtig gebouw. Even naar binnen. Er zit nog een kapel in gezien. De kapel. De kapelle. Dat is toch een leuk plekje. Hè? Tenminste vind ik wel. Heel veel van die plekjes, hè. Misschien niet iedereen, maar ja, de smaken verschilt. Je kunt toch niet iedereen naar de zin doen, hè. Dat is echt, ik vind dat wel van die plekjes dat je zegt van, ja, moet je stil van de wonen, hè. Dan valt dat voor mij niet mee, moet ik zeggen. Stil van. Ja, ik vind dat wel lekker. Voor mij is dit een geslaagd plekje. En het mooie is, dat is net om de hoek waar je staat met de camper. Dus je kunt het in principe bijna kruipend af. Hè? Ja, de camper kun je natuurlijk net niet zien. Maar dat is het gebouw dus waar je dus in principe aan de andere kant achter staat. Ik vul hem even door de tralies. Dat is net in de gevangenis zitten. Wow. Maar goed. Dit was het. Vanaf deze plek. Tenminste, tot zover. Ik vind het wel een geslaagde plek, hè. Niks mis mee. Zo dicht is het dus bij elkaar, hè. De gebouwen en de plek waar je dan staat. Dat is dan de plek. Prima plek hoor. Echt een geweldige plek. Met een prima uitzicht. Als je daar mooi in het hoekje staat, is het helemaal super, hè. En dat doen we dus.